Ja. Prima. Lieve papa, lieve Ellen, lieve Marloes. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik weet niet goed wat ik zal zeggen, maar... Nou, ik zit hier dan met mama en ik hoop dat jullie blij zijn dat je mij ook zo kunt zien op de video. Ik heb heel veel om jullie gehuild, ik heb jullie heel erg veel gemist. Maar ik weet ook dat ik hier zit en dat ik het juist heb gedaan. En dat ik hier ook blijf. Ik ga hier niet meer weg. Tanja ist sehr sensibel für soziale Sachen. Unrecht. Soziales Unrecht. Und was sie wohl sehr schockiert hat, ist diese enorme Differenz, die es in Kolumbien gibt. Y pues esos europeos totalmente conmocionados por lo que estaban viendo dijeron no, o sea, ¿qué hacemos? Nos toca también escoger las armas y pelear por ustedes porque es terrible lo que estaban viviendo. Pero todo era un teatro. Todo era... o sea, lo que era difícil era convertirlo en trágico. Yo recuerdo mucho los daneses en particular llorando. Lloraban y lloraban. Dicen, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué necesitan que hagamos nosotros en Europa para ayudarles? O sea, no teníamos nosotros que decirles nada. Todo el trabajo, digamos, psicológico y mediático estaba hecho. Eran ellos los que se ofrecían. O sea, en ningún momento la FARC dijo, no, venga, es que lo necesitamos. No. Pues es un ataque de una fuerza especializada del ejército que se va acercando sigilosamente a ese campamento y lo ataca a la 1 de la tarde. Cuando estaban unas personas en baño, otras personas almorzando, otras personas reunidas. Tuvieron que salir, eran unas 6 personas, tuvieron que salir desnudos. Solo llevaban pues las mujeres, los brasieres, los calzones. Ya dejé los diarios. ¿Qué tal que esos diarios los encuentren? ¿Qué tal que eso salga a la luz pública? Todas las cosas que digo de las FARC ahí. No, se es wild geschrokken, natuurlijk. Entonces, ella deja ese diario. Y no solo el diario, el computador de Lozada, otros documentos donde se hablaba de la infiltración en las universidades, sobre unos posibles ataques. Ella todo eso lo registraba porque, digamos, ella era la secretaria política de la célula de la dirección de Lozada. Ella es la secretaria de la célula más importante en ese momento de ahí. Entonces ella tenía que registrar todos los planes. Dit is dus het cv van Tanja Nijmeijer, zoals dat in de documenten van de FARC is verschenen. En hier wordt beschreven wie zij is, waar ze vandaan komt, waar ze gestudeerd heeft. Dat zij dus nu bij het oostelijk blok van de FARC behoort, actief is. En dat ze heeft deelgenomen aan terroristische activiteiten in Bogota. Het leggen van bommen bij een politiebureau in de wijk genaamd Kennedy. Transmilenio, dat is hier een soort bus, heeft ze bommen gelegd. Verder in de supermarkets Macro, Exito en in de zaak El Bodegón in Bogotá. Ahí, métalo ahí, por favor. 2, 3, 4. Bueno, si me copia, el personal se encuentra en el sector... ¡Quieto! Los hicieron aquí, hicieron algunos de ellos la huida. A la izquierda. De oposición, ahí está.
Lief meisje, ooit heb ik tegen je gezegd dat je een moeder hebt die de hele wereld op de kop zou zetten om jou te vinden. De laatste jaren zijn we ontzettend intensief bezig geweest om een levensteken van jou te krijgen. Dit is niet gelukt. De enige manier die ons nog restte was deze. Wij hebben weer die verre reis gemaakt. We zitten nu vlak bij je in de buurt. We missen je heel erg. Kom alsjeblieft bij ons terug. Laat iets van je horen. De mogelijkheden om bij ons terug te komen, die zijn gegarandeerd. Het wordt al het mogelijk gedaan om te zorgen dat jij bij ons terugkomt. Hoe moeten wij nu verder leven als we steeds niks van jou horen? Laat alsjeblieft van ons iets van je horen. Kom alsjeblieft terug. Liefst, mam. Ik ben het zeker aan het doen.